Dames en heren, mag ik hartelijk applaus voor de winnaar van de Breda Startup Award. Breda Nu. Je weet het meteen. De Cordial in het Radverlegstadion was het toneel voor de uitreiking van de Startup Awards. Drie kandidaten pitchten hun idee voor de jury met onder andere ondernemers en wethouder Boas Adank. We zijn hier bij de finale avond van de Breda Startup Award. Dus we hebben de beste start-up uit Breda gekozen in 2018. Dames en heren, mag ik hartelijk applaus voor de winnaar van de Breda Startup Award, Roemer Koen. Gefeliciteerd met je prijs. Wat betekent het voor jou om deze prijs te winnen? Ah, geweldig. De erkenning van je eigen stad. Alle energie die erin is gaan zitten. Met het hele team. Voor mij een erkenning. Voor het hele team een erkenning. Geweldig. U bent jurylid van de Startup Awards. Hoe is de avond verlopen? Nou, ik denk heel goed. Er waren drie super pitches. Met drie hele enthousiaste ondernemers erbij. Drie mooie producten die, zoals al gezegd, heel erg uiteenlopend waren. Dat heeft er ook toe geleid dat het voor de jury enorm ingewikkeld is geweest om daar een goede afweging te maken. Er zijn natuurlijk allerlei parameters die daar een rol in hebben gespeeld. En uiteindelijk is er een goed besluit genomen, denk ik, waar iedereen zich in heeft kunnen vinden. Kun je iets vertellen over je bedrijf en over je product? Ja, Room Raccoon maakt software voor kleinere hotels om eigenlijk al hun dagelijkse administratieve werkzaamheden mee te verlichten. Wij creëren een hefboom voor alle hoteliers, zodat zij met veel minder werk veel beter hun hotel kunnen runnen. Dat doen we in Nederland best aardig. We hebben inmiddels in Nederland 500 hotels aan boord die alles met Room Raccoon doen. En onze ambitie en challenge ligt momenteel echt heel erg over de grens. We hebben inmiddels een office geopend in Zuid-Afrika en Portugal, maar ook heel actief in Duitsland, Italië en Spanje. En waarom vindt u het zo belangrijk voor Breda als stad dat er een evenement als dit wordt georganiseerd? Nou, omdat ik vind dat ondernemers een beter podium moeten krijgen. We hebben veel mooie ondernemers en gave innovaties, mooie groeibedrijven. Dus echt uitvinders ook in de stad. Die vaak ook een bedrijf bouwen en die echt wel succesvol worden. Alleen dat vertellen en het laten zien aan de rest van de wereld. Ja, daar zit nog zoveel potentieel voor de stad Breda dat we daarom dit organiseren. Breda Nu. Je weet het meteen.